Ik ben Ara Halici. Ik ben bijna 42 jaar. Ik doe dit werk als musicalacteur al zo'n 16 jaar. En ik ga straks de rol van Scar spelen, een aantal keer per week. Het bijzondere wat ik vind van de show The Lion King is het feit, het is zo'n intense voorstelling. Het moment dat Rafiki de eerste tonen zingt en de show opent, ben ik 3 uur lang meegenomen in een compleet andere wereld. Vanochtend vroeg, om 9:30, had ik de allereerste keer een make-up check. Dat betekent dat Nienke voor het eerst mij ging opmaken. Het zag er heel, heel gaaf uit. Ik was zelf ook een beetje verbaasd over hoe het eruit zag, want je weet het natuurlijk niet. Wat ik zo onwijs bijzonder vind aan het spelen van de rol van Scar is het feit dat het is de slechterik der slechterikken. Ik heb al redelijk wat slechterikken mogen spelen in mijn carrière. Dit is eigenlijk wel het summum. Het feit dat ik dat mag gaan spelen, ja, ik vind het gewoon onwijs bijzonder. De grootste uitdaging aan het spelen van de rol van Scar is voor mij toch wel het masker. De rol spelen is al een uitdaging op zich, maar je moet op een gegeven moment ook dat masker implementeren in je spel. En dat is wel next level musical. De samenwerking met al die, dat moet ook echt even gezegd, met al die geweldige mensen die het al meer dan een jaar doen. Ik vind het een enorme eer dat ik met hen mag samenwerken.